is dat door zo'n opwarming, temperatuur stijgt te hard, dan blijft alleen het skeletgedeelte van het koraal over. Dus daarnet zag je nog allerlei kleuren op het koraal zitten. En er is een levende huid van neteldiertjes die aan elkaar zitten. Die vormt het levende gedeelte van het koraal. Dat witte wat je ziet, wit is op zich niet lelijk, maar hier is dat witte echt alleen het skelet. Dus alleen het gebeente is over. Want wat we vergeten, koraal is gewoon levend organisme. Ja, betekent dit, als je dat wit ziet, dat het dan dood is ook? Dat je alleen het skelet ziet? Of ja, leeft het dit, nog? Dit witte wat je ziet is alleen maar kalk. Is een kalkskelet, dus dat is dood. Maar dat wil ook nog niet zeggen dat het zo blijft. Want er kunnen zich weer nieuwe koraaltjes...